in totaal 18 districtscommissarissen die vandaag worden geïnstalleerd. We beginnen met Suraska Sital Hirasing. Als post is dat Wanica Noordwest. Wanica Zuidoost, Zafik Gulaman. Shirin Durga Bansi. Post is district Zaramaka. Vulgens Javinde, Paramaribo Zuidwest. Ricardo Bola, Paramaribo Noordoost. Senrita Gobardan, district Nikeri. Brokopondo, Ludwig Mendelsohl. Voor Kommerwijnen, district Kommerwijnen. Mohamed Zafik Rajab. En dan Para, Marlene Joden. Coroni, Michael Winter. Marowijnen Noordoost, Clyde Hunswijk. Weet Marowijnen is ook opgesplitst in Noordoost en Zuidwest. En de heer Clyde Hunswijk is er voor Marowijnen Noordoost. En dan krijgen we Marowijnen Zuidwest, Olivia Domini. U weet, het district Sipaluwini is heel groot en het is opgedeeld in verschillende resorten. En Coroni is een van de resorten, dus Merilu Sapa, DC Merilu Sapa, zij komt aan resort Coroni. Sipaluwini boven Suriname Frits Dingen. Walter Bojanski van boven Koppename. Kabalebo Josta Leves. Resort Pamaka is Ose Yabini. Boven Saramaka, Erwin Linga. Dat vertrouwen dat u in ons gesteld hebt, zal niet worden beschaamd. De weg naar duurzame ontwikkeling is lang en niet verhard. We slaan een hobbelige weg in, maar samen met u als gemeenschap en personeel zullen wij zeker een mooie eindbestemming bereiken. Wij rekenen op uw ondersteuning en vragen u nu al geduld en begrip. Wij zijn er voor u en omgekeerd bent u er voor ons. Communicatie is de sleutel tot succes. Om met z'n allen de economische crisis te kunnen overleven, zullen een reeks van vaak impopulaire maatregelen getroffen moeten worden. Het succes van deze maatregelen zal afhangen van de mate waarin ze worden doorgecommuniceerd naar de samenleving toe. Rest mij nog uw kracht, wijsheid en een overdosis aan geduld en doorzettingsvermogen toe te wensen. A voorzitter van het parlement betekent dat hij en vooral DC, als je niet communiceert naar een gemeenschap, je moet je leiding, dan zeker je een probleem. Ja. Maar als je communiceert naar een volk, je legt een probleem uit. Vooral als je een besluit die nog populair is. Want soms heb je een besluit van mensen die zeggen: ja, hoe ben je Abraboto? En hoe noem je Abramoro bijvoorbeeld? Dan moet je kunnen communiceren met die mensen. En communicatie is de key. Laat u niet misleiden. Misleider lijkt
en de ondernemer gaat naar jullie komen om dingen te regelen, neem besluit naar eer en geweten. Tik de wettelijke regeling in acht. Voordat u iets doet. Want als dat mooi is, dan moet die zit hier en over 2 maanden moeten we weer weghalen. Dat gaat niet goed zijn.